versneld. En de start is gevallen. Start valt aan de binnenkant. Probeert June daartoe mee te gaan met de paarden aan de buitenkant. En dat lukt vrij aardig. Girondina Queen is de eerste die wordt teruggenomen van de vier paarden op één lijn. En zo gaan ze de eerste bocht in drie sporen. Aan de relingzijde Wester, naast hem twee keer de kleuren van de heer Wilderbeek. En beide gaan nu terug, want ze krijgen de kop niet van June daartoe. June daartoe leidt. Daarachter op de tweede plaats Italian Well. Daarachter wordt ingeparkeerd Joyeux Well. En de vierde plaats is voor het geel-zwart van Girondina Queen. Buitenkant daarnaast gaat Rode Gatter mee met Cabin Griff. Die had ook wel graag in willen parkeren, maar ja, er is geen plek meer aan de binnenkant. En zo gaat hij in het tweede spoor. Nu kan hij wel tussen en dat gaat hij waarschijnlijk ook doen. Gaan we het zo meteen zien. Gaan eerst de eerste tussentijd zien in 1-11-1. En zo gaan we nog twee ronden afleggen. En Cabin Griff blijft in het tweede spoor. Dus daarmee het eerste paard in het tweede spoor op plek 5. En zo gaan ze de volgende bocht in. Onder aanvoering van June Datou. June Datou, een dochter van Rolling Deripré. Loopt hier vandaag voor het eerst op de lange baan in Nederland. Daarachter op de tweede plaats ligt Italian Well. Derde plaats is voor Joyeux Well. De buitenkant gaat Cabin Griff nu naar voren. Tempo gaat naar beneden en Cabin Griff loopt graag zijn eigen tempo. Binnenkant Girondina Queen. Daarachter gaat ook een deelnemer mee naar voren. Die begint op te schuiven en dat is een deelnemer zonder nummerdekje. Dat is apart, want de kleuren van de rijder kunnen we niet zien. Daar zit nou net weer de bus voor. Zo gaan de volgende tussentijd door, 19-2. En het is nog altijd Rick Wester die leidt met June Datou. Tesla was dat, die aan de buitenkant naar voren ging. En dat is de favoriet, Jess de Viet. Die schuift ook op, ligt nu inmiddels op een vierde plek aan de buitenkant. En heeft een mooie gangmaker in Cabin Griff, die naast de leider begint te komen. Cabin Griff aan de buitenkant van June Datou. En June Datou begint wat te hangen in de bocht. Die moet straks nog een rondje. Dat geldt voor alle paarden. Maar June Datou zal daar misschien een beetje meer moeite mee hebben. Daarachter zien we in de achtervolging onder andere Jackie Dertals in de staart van het veld. En zo komen we voor de tribune langs. Cabin Griff heeft overgenomen. Cabin Griff loopt gewoon zijn eigen tempo. June Datou kan dat niet meer bijhouden. Die laat een gaatje vallen. Tesla ziet dat ook. Die gaat in de achtervolging met Jess de Viet. Achter hem aan gaat mee het nummer 9 van Jackie Dertals. En zo zijn we inmiddels in de slotronde. Tussentijd was 14-9 voor de koploper. Die begint weg te lopen. Dus een groeiende voorsprong voor Cabin Griff. Daarachter in de achtervolging Jess de Viet. Daarachter gaat Mats Wester naar plek 3 met Jackie Dertals. En daarachter komt nog een deelnemer naar voren. En dat is John Dekker met Jalinka Tuilerie. Galoppade daar. Uitgeschakeld, nummer 1, nummer 1. Galop en telgang. Dat was Jess de Viet en de groeiende voorsprong die wordt alleen nog maar groter. 16 rond. Hij loopt alsmaar verder weg. Cabin Griff en Rote Gatter en zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Wie gaat Rote Gatter terughalen? Dat gaat Caroline Albers, de buurvrouw van Rote Gatter, proberen met Jetlag Damour. Maar het gat is enorm en zo gaan ze de laatste bocht door. Inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda bocht en kijkt die Rote Gatter eens lekker zitten. Alles lukt op dit moment. Twee winnaars in een derby in één weekend. En dan ook nog winnen met Cabin Griff. Het kan allemaal en hij mag straks ook wel een applaus hebben. Daar komt hij aan, Michel Rotegatter met Cabin Griff. Paard dat lange tijd geen koers heeft gewonnen. Maar met Rotegatter lukt het wel. Go baby! Go, go, go! Rotegatter en Cabin Griff helemaal alleen. Ver voor het veld uit. Gaan hier binnenkomen in 1-14-2 over de laatste 500 meter. 15-2 de winnende tijd. En daarachter was het close voor de plaatsen. Tweede plek voor Joyeux Well. En de derde plaats daarachter voor het nummer 4 van Jalinka Tuilerie. De 6, de 7 en de 4.